het zonnetje. Het is... Het is... Hey Jack, een hat-trick? Interviews en wedstrijdverslagen van de Brulleeuwen van SV Ilpendam. Hey jongens, wat voor ruimte is dit dan? Een bierenbak! Hey, we hebben wat te verdedigen. Waarom? 3 wedstrijden hebben wij gewonnen. Oeh! Als we nog 2 winnen, gaan we boven gaan spelen. Gaan we voor de 4e? Ja. Coach, wat gaan we er nu van verwachten? Hopelijk een beetje betere temperaturen. Ja, koud hè? het is fris. Ja, nee. Ja, nee, we gaan gewoon voor die 4e overwinning op rij. Dat is wel de doelstelling, 4 op een rij. Jack heeft bevroren tenen. Nou, jij ook, ik ook. Ja, iedereen denk ik wel. Ja? Als wij ietsjes verder gaan voetballen, als in dat we sneller reageren, dan zijn we eerder bij de bal. Dan kan de tegenstander je niet schoppen. Dan heb je dus ook minder pijn als je geraakt hebt met deze kaart. Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! Wat gaan we doen? Winnen! We'll be right back.
vliegende reporter. Ik kan me niet heugen dat we zo weinig meegemaakt hebben dat we zo weinig potten konden breken, zeg maar. Ja. Dat, de eerste keer in de carrière dat de heren niet hebben gescoord. Zolang ik er een beetje omheen loop. Dus we hadden goede verdedigers, hadden ze ook. Ja. Goede aanvallers. Dat was ook wel wat kans, toch? Ja, ja, maar ja, dat lukte gewoon niet. Maar die Leeuwen houden meer van de Afrikaanse gallen. Ik denk het wel, ja. De kou hier. Het zijn geen ijsberen, zijn het, nee. Vooral. Meneer de coach, ga je al weglopen nu? Nee, ja, terecht een nederlaag. Ja. Tegenstander was gewoon net even tikkie, feller, beter. Beter bestand tegen de kou. Ik denk dat dat ook heb meegespeeld. Ja, de Brullen houden meer van de savannen waarschijnlijk. Ja, dat zijn inderdaad warmtedieren inderdaad. Ja. Kan gebeuren. Hey Jack, ik vind dat je nog heel erg vrolijk kijkt eigenlijk. Ja, ik ben wel eigenlijk niet zo trots, maar... Niet zo trots? Nee. Maar wat vind je van deze wedstrijd? Nou, ja... Ik kon het wel goed gaan, maar zij waren wel eigenlijk wel iets beter. Wat leer je hiervan? Gewoon druk zetten, feller zijn, gewoon. Ja. Gewoon even wat beter afronden. Ik denk trouwens ook dat leeuwen meer dieren zijn van de savanne, hè? Minder van dat koude weer hier. Of, dat klopt wel, ja. Ga je ook een beetje van meer van warm weer spelen? Ja, ik ben warmbloedig, ja. Hey Daley. Hallo. Dit is de eerste keer dat je niet gescoord hebt volgens mij. Dat klopt. Nou, hoe voelt dat dan? Ja, ik ben wel teleurgesteld, maar maakt ook niet echt uit. Maar. Maakt het niet uit? Het team moet gewoon scoren. Ja, samen moet je scoren, hè? Maar ja, als team heb je ook niet gescoord. Hoe kan dat nou? Want ik zag wel een paar mooie kansen, of niet? Ja, we hadden ook veel kansen, maar die verdedigers en die keeper waren ook wel goed. Maar... Ja, ze stonden goed in de weg, of niet? Ja, ze stonden wel in de weg. Vind jij het ook een beetje koud? Nou, het viel wel mee, maar in het begin was het wel heel koud. U komt uit Spanje. Dat klopt, ja. Dat is een voetballand, toch? Nou... Sinterklaas houdt ook erg van voetbal, want wat dacht u van FC Barcelona of Real Madrid? En wat vindt u van SV Ilpendam? Nou, Wim, SV Ilpendam heb ik afgelopen jaar heel veel van bekeken ook. Maar dan niet van heel SV Ilpendam, maar vooral de Brulleeuwen van SV Ilpendam. De Brulleeuwen van SV Ilpendam. Daarom zijn we hier, want... Wij zijn van het videokanaal De Brulleeuwen van SV Ilpendam. Nou, en... dat ik dat mag meemaken.